Mannen, goeie avond. Stel jullie jezelf eens even voort. Ik ben Said Kawas, 48 jaar. Ik ben zelf voorzitter van Stichting AML. Daarnaast doe ik ook project Buurtouders. Dus dat is heel kort samengevat. Ja, Aziz Rahoul, ook lid van de Buurtouders. Fanatieke voetballer. Ik ben wel meer een zaalvoetballer. Toch meer technisch en meer, ja, dat spelletje is gewoon iets leuker. Ja. En veel compacter, technischer. En, daarnaast in vrije tijd veel activiteiten voor de omgeving in Zaltbommel. Ik ben ook echt een bommelaar, geboren en getogen. Mensen kennen mij ook, wel een bekende. Het zijn twee bekende gezichten in ieder geval, hè, Zaltbommel. Ja. Nou, we staan hier om even wat informatie over het allemaal toernooi te krijgen en te horen en te zien. Ja. Wat is het toernooi? Waar gaat het om? Ja, het toernooi. Als ik even terug ga kijken, ik denk dat we het eerste toernooi in 2005 hebben georganiseerd. Toen de tijd toch in de oude complex van VV Zaltbommel. Ja. Ja. Daar zijn we mee gestart. Toen waren er, terugkijk, 8 teams in die tijd. Ja, we deden het elke jaar en het is nu echt een traditie geworden. Het is echt een jaarlijkse traditie geworden. Het staat ook bekend als Zwammertoernooi. Ja, ja. Dus tegenwoordig zitten we, vroeger deden we 11 tellen, maar tegenwoordig doen we 7 tegen 7. Het is ook niet een Bommelse toernooi, het is echt een landelijke toernooi. De teams komen eigenlijk door het hele land. Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, noem maar op. Ze komen overal vandaan. Sommigen ook heel ver, Den Haag, Rotterdam. Het wisselt elke jaar. Dus we proberen het natuurlijk zoveel mogelijk te delen op social media. En er komen in principe elke jaar genoeg teams op af. De gemiddelde is de laatste jaar, als ik het goed heb, rond de 24. Ja, rond de 24. Ja. Ons grootste doel is echt, niet iedereen is lid van een voetbalclub. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een team te creëren met vrienden of met teamgenoten van een voetbalclub. Dus je ziet ook echt diverse niveaus. Ja, en het doel is echt gewoon elkaar verbinden en verbroederen. Dat doe je echt door voetbal, hè. Dat weten wij natuurlijk heel goed. Voetbal verbroedert. Ja. Als je een gezamenlijke hobby hebt, dan kan je daar alleen maar van groeien en samen in optrekken. En we zien heel veel mooie vriendschappen ontstaan. Ja. Ja, we zien jongeren actief meedoen. Ja, er komen heel veel mooie dingen uit. Ja, er wordt wel eens gedacht, het allemaal toernooi, maar het is alleen voor mensen met Marokkaanse roots. Maar dat is absoluut niet zo. Hè? Nee, absoluut niet. Het maakt me ontzettend blij als ik zie de laatste jaren dat de teams uit Niveau Sparta meedoen. De laatste 2 jaar hebben 2 teams meegedaan van Niveau Sparta. Er komen ook teams uit Gameren. Het doet ons echt heel goed. Nogmaals, wat Aziz ook schet, verbinding. We zijn een stukje bruggenbouwers en jeugd is belangrijk. Dat is ook de toekomst. En dat is de nieuwe maatschappij, zo moeten we het zien. Dus dat vind ik alleen maar schitterend om dat te zien. Ja. Waar kunnen geïnteresseerde teams de info vinden? Ja. Er staat, als het goed is, een folder. Hè? Ja. Op de website staat er een folder. Met ook telefoonnummer en de inschrijving. Wat we ook zeker moeten vermelden is dat we de laatste paar jaren ook een toernooi voor de jeugd hebben. En met jeugd bedoelen we echt onder de 15 jaar. Ja. Dan hebben we het kunstgrasveldje. En die hebben dan een eigen toernooi. En daar zien we ook voornamelijk jongeren uit de omgeving daar echt plezier hebben, waarbij ook ouders komen kijken. Dus ook publiek is heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk hebben we 2 toernooien. Dus voor kinderen inderdaad. Ja. Voor kinderen en volwassenen. Ja, ik heb het gezien de vorige keer. Ja. Het was hartstikke druk om het veldje, met ouders ook. Ja. Die kwamen kijken in ieder geval. Ja. Maar wat je zegt, publiek, dus we moeten supporters hebben. Hè? Want ik bedoel, ik zeg zelf, ik kijk elk jaar en het is gewoon fantastisch om het te zien. Ja, voetbal zonder supporters is geen voetbal. Hè? Kijk maar in de coronatijd. Ja. Daar is niks. Ja. En supporters maken het toernooi. En het weer natuurlijk. Het weer, maar dat moet wel goed komen in juni. Ja, weet je, het is ook een stukje traditie. Heel veel jongeren zie je misschien een jaar niet. En die zie je wel op zo'n dag. Of de ouderen. Dus het is wel een leuke dag.
Ja, wil je nog wat kwijt? Wil u nog wat zeggen erover? Ik wil sowieso Nivo Sparta bedanken. Ja. Die maakt het ons altijd makkelijk en mogelijk. Ja. Die denkt ook altijd met ons mee. Zonder hun is dit absoluut niet mogelijk. We moeten het ook natuurlijk hebben van de vrijwilligers die een steentje bijdragen. Dus eigenlijk iedereen speelt wel een belangrijke rol. Zeker. En dat wou ik zeker niet, niet vergeten. Nee. Ja, ik sluit bij de woorden van Aziz aan. Jullie bedankt voor deze mooie opname. En op deze prachtig complex. Dus we kijken naar vooruit. Het wordt een mooie dag. Het gaat helemaal goed komen en we duimen voor mooi weer. Ja. Absoluut. Dank je wel voor jullie komst. Ja. Jullie ook bedankt. Ja.